Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom werkt een placebo? Jouw beeld van een placebo is misschien een geneesmiddel wat geen werkzame stof bevat. Maar ja, het placebo-effect is zoveel meer. Nou, het placebo-effect is eigenlijk een leermechanisme. Bijvoorbeeld omdat je eerdere positieve ervaringen hebt met een bepaalde behandeling, verwacht je brein ook dat juist die behandeling gaat werken. En als reactie daarop maakt je brein bijvoorbeeld eigen pijnstillende stofjes aan. Nou, we kennen dit van de hond van Pavlov die eten kreeg samen met een belletje en automatisch begon te kwijlen. En toen die later het belletje kreeg zonder dat eten daarbij, toch ook automatisch weer ging kwijlen. Nou, je brein doet eigenlijk hetzelfde. Stel je voor je neemt meerdere keren medicijn tegen de pijn. Dat is eigenlijk wat het hondenvoer is voor de hond. En dat combineer je in plaats van met het belletje bijvoorbeeld met een drankje. Stel nu dat je een week later, nadat je dat medicijn meerdere keren hebt genomen, alleen maar een placebo neemt. Dat ruikt dan bijvoorbeeld hetzelfde, ziet hetzelfde uit. En ook het drankje is hetzelfde. Waardoor je brein toch weer die associatie legt dat het dat medicijn krijgt. En is er ook echt bewijs voor dat placebo-effect? Nou, er is dus allerlei bewijs in wetenschappelijk onderzoek dat het placebo-effect bijvoorbeeld in de hersengebieden geactiveerd wordt. Zo zien we bijvoorbeeld op hersenscans dat bepaalde gebieden extra geactiveerd worden als een placebo toegediend wordt. En het brein dan bijvoorbeeld bepaalde pijnstillende stofjes kan aanmaken. Nou, we weten bijvoorbeeld ook dat het placebo-effect een effect kan hebben op je immuunreacties en bijvoorbeeld je eigen afweer kan versterken. Zo is bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek gevonden dat bij een placebo-operatie van mensen met knieproblemen, waar men dus de knie open heeft gedaan en dicht heeft gedaan zonder iets te doen, dat deze mensen net zo goed herstelden als de mensen die de echte operatie hadden gekregen. Of bijvoorbeeld als je bij de fysiotherapeut komt, als je daar bijvoorbeeld een behandeling krijgt die al vaker goed heeft gewerkt, werkt het placebo-effect. En zelfs als je naar de kruidenier gaat en het vitaminepilletje koopt, als je maar erin gelooft, kan het een klein placebo-effect geven. Andrea, hoe kan dat nou? Nou, dat is dus weer het Pavlov-effect. We weten bijvoorbeeld dat als je naar een ziekenhuis gaat, dat is iets waar je ooit hebt geleerd dat je daar beter van kunt worden. Je zult bijvoorbeeld niet snel een medicijn aannemen als een clown je dat voorschrijft, maar wel als een arts dat doet. En we weten ook dat communicatie een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld als de arts zegt dat er veel bewijs is voor een behandeling en die voor jou extra goed zou werken. Maar ook de manier hoe een arts het zegt, is heel belangrijk. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij vrouwen die een bevalling ondergingen en een ruggenprik kregen. Tegen de eerste groep werd gezegd, dit is een extra harde steek die je zult voelen en dit is de ergste pijn die je zult ervaren. Terwijl ze tegen de tweede groep zeiden, dit is een lokale pijnstiller die we je geven en je zult je zo comfortabel mogelijk voelen. Nou, en die tweede groep bleek ook echt veel minder pijn te ervaren dan de groep die de eerste instructies hadden gekregen. En wat voor gevolgen heeft dat? Dat men meer vertrouwen in die behandeling heeft. En dat maakt weer dat je een positieve verwachting kan hebben en het placebo-effect extra kan werken. En nu je dit weet, kun je misschien voorstellen dat het placebo-effect niet alleen maar werkt bij medicijnen zonder werkzame stoffen, maar ook vooral bovenop bestaande behandelingen. En het blijkt bijvoorbeeld bij pijnstillers dat een derde tot de helft van het effect door het placebo-effect kan komen. Nou, deze kennis kunnen we dus op allerlei manieren toepassen. Bijvoorbeeld door artsen te trainen om beter te communiceren. Maar ook kunnen we bijvoorbeeld beter onze ziekenhuizen een gezondheidscentra noemen, wat de focus dan veel meer op gezondheid wordt gelegd in plaats van op ziekte. Nou, in de toekomst kijken we ook of we het medicijngebruik hiermee kunnen verminderen. Bijvoorbeeld wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken of je bij de derde of vierde behandeling juist minder medicijnen kunt gebruiken, omdat het lichaam dan diezelfde reactie nabootst. Dit laat dus heel mooi zien hoe het placebo-effect een enorm effect kan hebben op alles wat met gezondheid en ziekte te maken heeft en hoe ons brein en lichaam juist perfect samenwerken. Wat kun je doen als je in de auto achter het stuur dreigt in slaap te vallen? Ik ben Marijn van der Laar, slaapwetenschapper, en ik ga je in de volgende aflevering vertellen wat jij kunt doen om veilig op je bestemming aan te komen.